Het is 1 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Goedemiddag. De gouverneurs van de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zetten extra personeel en middelen in tijdens de eindejaarsperiode om te kunnen controleren of iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen. In beide provincies is daar vanmorgen overleg over geweest. West-Vlaanderen zal een nultolerantiebeleid voeren en zet alle mogelijke middelen in die wettelijk kunnen, ook drones en camera's. Tijdens de feestdagen gaat de politie in West-Vlaanderen maximaal mensen inzetten om te controleren op lockdownfeestjes en de coronamaatregelen. En daarbij geldt nultolerantie. Als men ergens in een winkelstraat loopt waar een mondmaskerverplichting is en men ziet dat het niet is, dan is het direct €250. Spijtig. Allee, als men het nu nog niet weet, dan leeft men denk ik op een andere planeet. Er worden niet alleen extra mensen, maar ook technologische middelen ingezet. Drones bijvoorbeeld gaan controleren of er geen samenscholingen zijn op straat. Het is niet de bedoeling om met drones boven private terreinen te vliegen. Dat is zeker niet de bedoeling. We leven nog altijd in een rechtsstaat. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Vandaar onze oproep dat we een duidelijk kader hebben. Dat we weten wat we kunnen en wat we niet mogen doen. De KLW roept alle gemeenten in zijn provincie op om goed te handhaven. Volgens de gouverneur schrijven ze bijvoorbeeld opvallend weinig coronaboetes uit in Middelkerken. Er zijn regels en die moeten nageleefd worden. En ook een burgemeester moet het voorbeeld geven. En ook zorgen dat zijn korps op de baan gaat en de nodige vaststellingen doet. En dat valt op dat die ene zone toch wel veel minder PV's heeft dan de andere. Dus dat voor West-Vlaanderen, maar we gaan nu naar Antwerpen, naar Andeby, want ook Antwerpen bereidt zich voor om meer controles te doen. Hoe zit het daar aan? Wel, het overleg is hier ook een tweetal uur geleden afgelopen. En gouverneur Cathy Berks staat hier bij mij voor meer uitleg. Welkom, mevrouw Berks. Is er ook in Antwerpen een nultolerantie tijdens de eindejaarsperiode? Wel, het gedrag van een ieder bepaalt mee of we die besmettingen naar beneden krijgen. Dus ja, overtredingen op de covid-maatregelen die zullen heel strikt opgevolgd worden. En ja, alle politiezones zullen extra ploegen inzetten om er ook over te waken, om er ook op toe te kijken dat iedereen die de maatregelen niet naleeft, ook effectief kan gesanctioneerd worden en zal gesanctioneerd worden. Mm-hmm. Een heel prettige gewoonte hier in de provincie Antwerpen bij de eindejaars, dat is het gaan zingen, het nieuwjaarke zoete gaan zingen. Vooral in de Kempen is dat populair. Mag dat nog doorgaan dit jaar? Nee, dat kan dit jaar niet doorgaan. Dus er komt een provinciebreed verbod op het zingen met nieuwjaar en ook met drie koningen. Het kan ook niet dat men deur aan deur gaat om een kleine attentie, snoepgoed in ontvangst te nemen of van een draad te halen. Het kan nu allemaal niet. We moeten samenscholingen vermijden. En opnieuw, met nieuwjaar wensen we elkaar een goede gezondheid. Dan neem je geen risico's. Dan kan je er niet toe bijdragen om iemand eventueel te besmetten. Dat kan nu echt niet. Ook iets heel specifieks voor de provincie Antwerpen, dat zijn dat er hier heel veel seizoensarbeiders werken. Soms willen die wel eens naar huis tijdens de feestdagen. Hoe wordt dat geregeld? Ja, dat klopt. Dus ik heb de burgemeesters die veel seizoensarbeid hebben op het grondgebied gevraagd om heel snel overleg te hebben met die werkgevers en het goed op het hart te drukken van kijk, als u uit een rode zone komt, dan moet u getest worden, moet u ook in quarantaine. Wel, die werkgevers moeten er ook op toekijken dat die quarantaineverplichting correct wordt nageleefd. Geldt ook voor allen die ook naar het buitenland gaan, naar een rode zone, dat moeten we sluitend krijgen. Iedereen die naar het buitenland gaat, terugkeert, moet in quarantaine om te vermijden dat er nieuwe clusters, nieuwe besmettingen ontstaan hier in Vlaanderen, in Antwerpen. Jullie gaan streng controleren. Legt u nog eens uit waarom dat op dit moment zo belangrijk is? Wel, het is cruciaal omdat het aantal besmettingen ook in provincie Antwerpen weer stijgt. 3% meer. Het reproductiegetal ligt terug boven de 1. Dat wil zeggen dat de pandemie weer aantrekt en dat ook de druk op die ziekenhuizen bijzonder groot blijft. De eerste lijnzones zien het terug toenemen. Mensen met symptomen, mensen die moeten getest worden, hoge risicocontacten. Scholen die moeten sluiten waar er outbreaks zijn. Dus ja, het is echt wel nodig. En het is met z'n allen en alleen met z'n allen samen dat we die besmettingen naar beneden kunnen krijgen. En het is echt allemaal samen de maatregelen naleven. En samen kunnen we die strijd aan. Dank u wel, mevrouw Berks. Ja, het wordt sowieso een eindejaarsperiode die anders is dan de andere. Maar de maatregelen zijn er niet om de mensen te pesten, wel om ervoor te zorgen dat we dat virus kunnen bestrijden. Dank je wel, Anne. En in Vlaams-Brabant en in Oost-Vlaanderen zitten de gouverneurs pas na het weekend samen met hun politiechefs. Ook de provincie Limburg communiceert pas volgende week over de handhaving van de regels in de eindejaarsperiode.
En als we kijken hoe de besmettingscijfers evolueren per provincie in Vlaanderen, en we nemen er ook het Brussels gewest bij, dan zien we dat alleen Limburg en Brussel het nog goed doen. Daar dalen de cijfers nog. In Brussel nog met bijna 20%. Dat is vorige week vergeleken met de week ervoor. Elders komen er weer meer en meer besmettingen bij, vooral in West-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Omdat Brussel en de meeste Waalse provincies nog in een dalende lijn zitten, is het resultaat voor heel België ook nog altijd een dalende trend. Afgelopen week testten elke dag gemiddeld 2163 mensen positief voor corona. Dat zijn er 6% minder dan de week ervoor. Per dag werden 186 patiënten met COVID opgenomen in het ziekenhuis. Een daling met 7% is dat. In totaal liggen er nu 3016 patiënten in het ziekenhuis, 662 van hen op intensieve zorg. Het aantal corona-overlijdens duikt opnieuw onder de 100 per dag. Het waren er vorige week gemiddeld 97 per dag. Maar we weten dat wanneer de besmettingen weer stijgen, wat in Vlaanderen gebeurt nu, dat dan ook de ziekenhuisopnames en de overlijdens zullen volgen. Volgens virologen stijgen de cijfers ook omdat we meer verplaatsingen maken naar de winkels die allemaal weer open zijn en ook naar het werk. Er wordt nu duidelijk minder aan telewerken gedaan dan tijdens de lockdown in het voorjaar. Thuiswerk is verplicht, tenzij het echt niet anders kan. En de arbeidsinspectie gaat dat nu meer controleren. Sommige bedrijven eisen blijkbaar dat hun werknemers meer naar kantoor komen. Ik werk het merendeel thuis, maar ik moet toch nog verplicht één keer per week dan naar kantoor gaan. Voor mij is dat in principe nog nodig. Ik vind het ook oké om te meeten via Teams of via een andere digitaal platform. Concrete cijfers zijn er niet, maar deze vrouw is niet alleen. Steeds meer mensen moeten opnieuw naar de werkplaats gaan, ook al is dat verboden. We zien dat er inderdaad een toename is via indirecte indicatoren, zoals bijvoorbeeld een verhoogde file-druk. En daarom heeft de minister ons gevraagd om onze inspectiemethodologie te heroriënteren naar controle op telewerk. Google houdt sinds het begin van de pandemie de gegevens bij van het woon-werkverkeer in ons land. Sinds 19 oktober moeten we verplicht thuiswerken en zien we een daling. Maar we zien sinds kort ook weer een forse stijging van het aantal woon-werkverplaatsingen. We zitten zelfs weer op het niveau van begin september. Maar er wordt dus gecontroleerd na klachten van werknemers of op basis van gegevens uit het verleden of bedrijven voldoende inzetten op thuiswerk. Als blijkt uit die politiek van het bedrijf dat het bedrijf zijn huiswerk niet correct heeft gemaakt, dan gaan wij inderdaad zeggen, ja sorry, wij zijn wel van mening dat die betrokken functie effectief in telewerk moet kunnen uitgevoerd worden. Maar we zien wel dat er soms discussie is over ja, welke functie leent zich tot telewerk of niet. Ik zie niet in waarom dat het nog... waarom moet dat nog? Dat is echt ook, voelt u ook gewoon gecontroleerd. Ik zou de hele tijd door thuis kunnen werken, ja, absoluut. Corona of niet, voor de studenten aan de universiteiten en de hogescholen is het de tijd van de blok en de examens. Naar de aula's mogen ze niet, al het hele academiejaar, maar samen studeren, dat kan wel. Uiteraard op ruime afstand van elkaar en met mondmaskers. De stad Antwerpen heeft zoals elk jaar plekken ingericht waar studenten terecht kunnen. En daar maken ze deze keer heel dankbaar gebruik van. Thuis kan ik mij niet zo goed concentreren. Ik heb huisdieren en ouders die nog rondlopen, dus dan word ik direct afgeleid. Als ik hier kom, dat ik veel productiever ben. En dat ik hier ook een beter uitkijk heb, een beter uitzicht heb. En ik studeer beter als ik mensen rond mij heb die ook studeren. Op bijzondere plekken in de stad Antwerpen, zoals hier met zicht op het station, blokken studenten samen. Ze hebben daar nog meer nood aan dan anders, want dit coronajaar is moeilijk. Zeker voor eerstejaarsstudenten. Ja, dat is wel zo moeilijk allemaal. Zo, je denkt van, ah ja, we gaan naar een nieuwe, dus zo'n nieuwe start en zo. En we laten zo alles achter ons van die corona. Maar dan komt geen nieuwe en is dat eigenlijk gewoon ja, totaal niet wat je verwacht had en zo. En het is moeilijk om zo mensen te leren kennen en zo. En daar had je zo wel op gehoopt. Dus wel spijtig. Tijdens dit academiejaar is alles weggevallen voor de studenten. Ze hadden amper les op de campus, zagen elkaar niet en hadden geen ontspanning. Hier komen studeren voelt als een uitstapje.
is effectief een uitstapje. Ja. Je vertrekt morgen, je staat op, je kleedt je aan en je vertrekt. Ja. En je hebt die ervaring van precies naar de campus te gaan. Ja. Dus ja, het is echt gewoon leuk om eens die routine van thuis te studeren gewoon te doorbreken. Ja, echt een uitkijkpunt. Ook in een voormalige rechtbank zitten studenten samen in alle stilte. Op afstand les volgen en studeren is niet makkelijk. Ik mis ook uitgaan en op café gaan en zo, maar de structuur van elke dag opstaan, naar school te gaan, dat mis ik wel. Voor mij persoonlijk dan weer is het sociaal contact dat toch wel een beetje weggevallen is, omdat er heel veel lessen zijn weggevallen. En op zo'n studieplek vind je dat toch wel een beetje terug tijdens de pauzes. Dus dat heeft wel iets. Ja. Studenten kunnen hier nog terecht tot eind januari. De spelers van PSG en Başakşehir hebben gisteravond een statement gemaakt tegen racisme nadat ze hun Champions League match een dag eerder hadden gestaakt. Straks meer in het sportnieuws. Eerst naar Ole in de provincie Antwerpen. Daar zijn hoge concentraties radioactieve stoffen gevonden op een openbare veldweg. Dat nieuws brengt RTBF uit. De weg ligt langs een oud industrieel stort van het bedrijf Umicore. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle erkent dat er aan dat stort af en toe hoge waarden worden gemeten. Maar, zegt het agentschap, er is nooit gevaar geweest voor de volksgezondheid. Ici c'est déjà 20 fois plus élevé, 26 fois plus élevé que ce qu'on a au normal. Een serieuze piek in radioactiviteit stelde Greenpeace afgelopen zomer samen met een RTBF-journalist vast. Net buiten de omheining van een oud stort met radioactief afval van Umicore. Het stralingsdebiet daar is werkelijk veel te hoog. Dat is een alarmsignaal. Namelijk, daar bevindt zich een belangrijke hoeveelheid activiteit die hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van binnen de omheining die daar met hevige regen is uitgespoeld. Maar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is kritisch over de vondst. We hebben daar herhaaldelijk gevraagd om ons de exacte locatie te geven. Want als je zoiets vaststelt, dan moet er worden ingegrepen. We hebben de locatie niet gekregen. Dan zijn we terug zelf naar de site gegaan. Hebben langsheen de volledige omheining zelf metingen gedaan. Ook staalnames. We hebben die laten analyseren. En uit de analyse blijkt dat er inderdaad geen impact, dat de impact op bevolking en omgeving vandaag niet in die mate is dat er dringend moet gesaneerd worden. Greenpeace benadrukt wel dat het stort zelf zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Op die verplaatsing van radioactiviteit, die uitspoeling, daar moeten maatregelen genomen worden op middellange termijn om die een halt toe te roepen. Op dit moment zien we uit onze risicoanalyses van de waarden dat er echt geen nood is om dringend het volledige gebied te gaan saneren. Maar beide partijen zijn het er wel over eens dat het radioactieve afval uiteindelijk diep ondergronds zal moeten worden geborgen. De Socialistische Vakbond heeft aan verschillende gerechtsgebouwen actie gevoerd tegen de inperking van het stakingsrecht. De aanleiding is het beroep dat de vakbond instelt tegen de veroordeling van 17 ABVV-militanten in Luik. De militanten werden veroordeeld voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. Tijdens een staking, 5 jaar geleden, blokkeerden ze mede E40. Ook aan het Antwerps gerechtsgebouw was er een actie, stil en klein, coronaveilig. Ze protesteerden tegen de voorwaardelijke gevangenisstraffen voor 17 vakbondsmensen die deelnamen aan een blokkade van een snelweg in Luik. Het ABVV tilt vooral zwaar aan het feit dat de rechtbank daarvoor een oud artikel gebruikte uit het strafrecht, het misdadigersrecht. Het belangrijkste is dus dat de eerste stap die gezet geweest is, is om de zaak in te leiden voor een strafrechtbank. En dus dat betekent concreet dat men al beschouwd heeft dat hetgeen wat gebeurd is, strafrechtelijk vervolgd kan worden. Wij willen vooral over het principe hier waken dat het niet zo is dat als men actie voert, dat men dan als een misdadiger wordt beschouwd. Maar zelfs zonder kwaad misdadig opzet wil het recht op sociale actie toch niet zeggen dat je zomaar een weg mag versperren, soms ook beschadigen en mensen mag hinderen die er niks mee te maken hebben. Dat moet soms kunnen, vindt de bond. Als kinderen bijvoorbeeld voor het klimaat opkomen en in de straten van een grote stad betogen zonder akkoord van de politie, dan gaat men toch niet zeggen dat dat dan misdadigers zijn. Dat is toch niet normaal dat men dit nu beschouwt als een misdadig feit. De veroordeling roept hoe dan ook vragen op over totaal andere groepen dan vakbonden. Denk maar aan kleine zelfstandigen, de boeren of vrachtwagenchauffeurs, die net zo goed nu en dan wegen versperren. Afwachten dus, het ABVV gaat in elk geval in beroep. Staken is een recht! Staken is een recht.
Samen sterk, kameraden. De Europese Commissie werkt aan een noodplan dat moet vermijden dat er chaos uitbreekt op de weg, op zee en in de lucht wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 1 januari verlaat zonder handelsakkoord. De kans daarop is weer wat groter geworden na het gesprek gisteravond tussen de Britse premier Johnson en Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Hun ontmoeting in Brussel heeft namelijk weinig opgeleverd. Bijna 3 uur lang hebben Boris Johnson en Ursula von der Leyen met elkaar gesproken. Maar een doorbraak kwam er niet. Na afloop liet von der Leyen via Twitter weten dat er wederzijds begrip is, maar dat de standpunten ver uit elkaar blijven liggen. Een van de pijnpunten is de toepassing van dezelfde regels voor Britse en Europese bedrijven. You can't have the cake and eat it. Je kan niet alles hebben. Je kan niet zeggen, ik wil toegang hebben tot de Europese markt, maar ik moet mij niet houden aan de regels. De tijd dringt, want op 1 januari verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. De twee partijen geven elkaar nog tot zondag om tot een oplossing te komen over de toekomstige handelsrelaties. Intussen laat Europees Commissievoorzitter von der Leyen weten dat ze werkt aan een noodplan voor het geval er geen akkoord op tijd wordt bereikt. Dat moet vermijden dat het vlieg- en vrachtverkeer zouden stilvallen. Premier De Croo hoopt in elk geval nog op een akkoord, maar dan moet het wel een goed akkoord zijn. No deal is een slechte zaak voor iedereen. Maar een slecht akkoord heeft potentieel een impact op de komende jaren, de komende decennia. En we kunnen niet spelen met de toekomst van onze bedrijven, met de toekomst van onze werknemers. Rob Herbout, zondag moet die finale beslissing vallen. Is er nog hoop op een handelsakkoord? Wel, er is hier heel weinig hoop. Vandaag komen de 27 regeringsleiders hier bijeen. Maar ze gaan eigenlijk gewoon luisteren naar wat de commissievoorzitter von der Leyen zal vertellen over het diner dat gisteravond plaatsvond met Boris Johnson. En blijkbaar was dat toch een dovemansgesprek. Zijn zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk op hun standpunt blijven staan? Is er geen enkele vorm van toenadering geweest? En dan is het maar de vraag, wat kan er tussen nu en zondag nog veranderen? Kunnen die onderhandelaars nog iets uit de mouw tonen om toch tot een akkoord te bereiken? De kansen daarop lijken heel klein en de kansen op een harde brexit lijken heel groot te worden. Dat betekent dat er dan vanaf 1 januari invoerrechten zouden komen op alle handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, met alle gevolgen van dien. Duurdere prijzen in de winkelrekken in het Verenigd Koninkrijk, banen die bij ons verloren zouden kunnen gaan. Ja, het klinkt allemaal niet goed. Maar toch, Rob, is er ook goed nieuws uit de Europese politiek, want Polen en Hongarije die blokkeerden het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting. Maar daar is nu wel een oplossing voor in de maak. Ja, dat had te maken met een nieuwe wet die in de maak is, die de strijd zou moeten aanbinden tegen schendingen van de rechtsstaat. Bijvoorbeeld wanneer in een land er geen onafhankelijke rechters zijn die kunnen controleren of er geknoeid wordt met Europese subsidies, dan zou Europa kunnen zeggen tegen dat land, jullie krijgen voorlopig even geen subsidies meer. Polen en Hongarije voelden zich geviseerd door dat voorstel, maar er is nu een compromis in de maak waar zij mee kunnen leven. Voorlopig Nederland nog niet, ook het Europees Parlement maakt nog bezwaar, dus is afwachten of die bezwaren kunnen worden opgeheven. Als het geval is, dan komt er dus 1800 miljard euro vrij, waarvan een groot deel zal gaan naar de strijd tegen klimaatverandering. 5 miljard ook zeker en vast voor België uit het coronaherstelfonds. En men rekent ook in België op het Brexitfonds dat in heel dat pakket zit. Dus toch wel belangrijk als die bezwaren van de baan zijn, dat er dan heel veel geld vrijkomt waar toch heel lang op gewacht is. Zo is dat. Dankjewel, Rob. Die lage is nach wie vor sehr ernst. Sie hat sich seit letzter Woche tatsächlich sogar verschlechtert. Die Fallzahlen befinden sich ja seit Wochen auf einem hohen Plateau. Aktuell sehen wir sogar wieder einen Anstieg der Fallzahlen. Und das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich besorgniserregend. Ook in Duitsland is er bezorgdheid over de evolutie van de corona-epidemie. Ze noteren daar het ene record na het andere en dat zijn geen records om blij van te worden. 23.700 nieuwe bevestigde besmettingen op één dag, 590 doden op één dag. Al dagenlang wordt er in Duitsland gediscussieerd over de coronamaatregelen of die niet strenger moeten.
Dit zijn beelden van de dienstintensieve zorg van het ziekenhuis Havelhöhe in Berlijn-Spandau. Ze dateren van oktober, maar de situatie in Berlijn is nog altijd zwaar, met heel veel besmettingen. Net als in een aantal andere plekken in Duitsland. De gezondheidsämter zijn zunehmend erschöpft. In einigen regionen hebben krankenhäuser ihre belastungsgrenze erreicht. We zien immer meer ausbrüche in alten- en pflegeheimen. Duitsland zit nu in een lichte lockdown, maar voor kerstmis is een versoepeling gepland om het voor Duitsers belangrijke kerstfeest te kunnen vieren. Maar door de stijgende cijfers pleiten virologen al dagen voor een verstrenging. Ook bondskanselier Merkel deed gisteren in het parlement een voor haar doen emotionele oproep. Ik wil nu maar zeggen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Merkel wil al weken een strengere aanpak. Alleen heeft zij niet de regie in handen. Die ligt bij de 16 deelstaatregeringen. Een meerderheid van de Duitsers kan met strengere maatregelen leven. Ik vind het richtig, wenn man das einfach nochmal verschärft. Ik arbeite zelfs im Gesundheitswesen, ik arbeite auf einer Intensivstation, ik heb die Leute da liegen. Je schneller, desto besser. Wenn es um ein paar Wochen geht, die wirklich hart sein müssen, dann bin ich damit einverstanden. Mogelijk komt er één deze dagen nog een verstrenging voor het hele land. Eenzelfde verhaal van trieste coronarecords in de Verenigde Staten. Daar zijn voor het eerst meer dan 3000 covid-patiënten gestorven op één dag tijd. Vooral in kleinere en meer afgelegen gebieden is de situatie bijzonder slecht. Daar zijn er zeer veel besmettingen en hier en daar zijn er amper genoeg ziekenhuisbedden. Intussen worden in de VS de eerste voorbereidingen getroffen om massaal te gaan vaccineren. Let's say we get 75%, 80% of the population vaccinated. If we do that, by the time we get to the end of the summer, we may actually have enough herd immunity protecting our society that as we get to the end of 2021, we could approach very much some degree of normality that is close to where we were before. Er is wat misgelopen met de nieuwe raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk. De raket, die onbemand was, ontplofte bij de landing na een testvlucht. Er was een probleem met het brandstofsysteem en daardoor vloog de raket te snel tijdens de landing. Ze raakte het landingsplatform en ontplofte. Met de raket wil het Amerikaanse SpaceX uiteindelijk mensen en goederen naar de maan en naar Mars brengen. Dat is nog niet voor vandaag, denk ik. Ruben, goed nieuws voor Thibaut Courtois en Eden Hazard. Want hun ploeg, Real Madrid, gaat door naar de volgende ronde van de Champions League. Helemaal. Tegen Mönchengladbach wonnen ze met 2-0. Dat was nodig, want het was... Ja, druk was groot, zo moet ik het zeggen. Belangen waren navenant. Plots stond zowaar Zinedine Zidane ter discussie. Toch een clubicoon, bovendien veelvuldig prijzenpakker in het verleden. Maar icoon of niet, het mes stond op de keel en je zal het altijd zien. Op zo'n moment staan de groten meestal recht en dat deed Real Madrid. Na een half uur stond de eindstand op het bord dankzij twee treffers van Benzema en een clean sheet voor Thibaut Courtois. Voor het eerst in 25 jaar dreigt Real in de groepsfase te stranden, maar dat zet het snel recht. Na een balverlies van de Borussen gaat het hard. Lucas Vazquez vindt Benzema, die klimt hoog en kopt de 1-0 binnen na 9 minuten. Prima timing van Karim Benzema. Dan probeert Gladbach wat terug te doen. Kramer naar Plea, die kan alleen op Courtois af. De Fransman probeert het listig te doen met een stiftertje, maar dat hobbelt net naast. Nog voor de rust maakt de Koninklijke het af. Rodrigo met een individueel nummertje. Hij brengt de bal voor doel en wie staat daar helemaal vrij? Karim Benzema. Zijn tweede van de avond. De rust kan even weerkeren bij Real. In de tweede helft doet Borussia Mönchengladbach goed mee, maar de betere kansen zijn voor de thuisploeg. Ramos kan koppen, uitstekende redding van Sommer. De bal komt dan bij Benzema terecht, maar zijn derde goal strandt op de lat. Het Real van Courtois en vooral Benzema overleeft dan toch de poules. Overwinning en na een grootse partij geplaatst voor de achtste finales, twittert Thibaut Courtois. Bedankt voor de steun, Madrid voor altijd. En het tandem Hazard Courtois bij Real bekert vrolijk verder. Kind van de rekening in de groep van Real is Inter Milaan. Het Inter van Romelu Lukaku. Einde van het Europese avontuur voor hem en voor hen. 0-0 bij Shakhtar Donetsk. Het was niet voldoende, want Inter moest winnen. En dat deed het niet. De beste kans is wel voor Lukaku. Prima vrijheid. Brozovic
Niks mis met die kopbal van Romelu, maar de doelman Trubin die pakt gewoon uit met een prima save. Tikt de bal nog over de lat, 0-0. Inter eruit, zelfs geen Europa League voor Lukaku. En Kohl is een bittere pil om te slikken. We kunnen beter nieuws melden van op het front Carrasco, want Yannick Carrasco heeft zich met Atletico Madrid wel geplaatst en bovendien een hoofdrol opgeëist. Eerst vrije trap assist voor de 0-1, of de 1-0 liever. Atletico mag niet verliezen, doet dat ook niet. En Carrasco zet zelf een smakelijke kers op een al even smakelijke taart. Voor Atletico toch met een snelle tegenaanval 0-2. Atletico naar de achtste finales. En dan de match van de speeldag, want dat was PSG tegen Başakşehir geworden nadat dinsdag. De wedstrijd was stilgelegd. Reden, een incident van racistische aard. De Roemeense assistent scheidsrechter die iemand van de staf van Başakşehir met negro had aangesproken. Verhitte discussies waren het gevolg. Niemand die uiteindelijk nog verder wou spelen. Het scheidsrechterskwartet werd vervangen. En één dag na de feiten werd de match hervat bij minuut 14. 75 minuten later stond er 5-1 voor PSG op het bord. Voor de match hervat wordt knielen de spelers van PSG en Basakje hier aan de middencirkel. Met een gebalde vuist in de lucht en zij aan zij maken ze het intussen bekende statement tegen racisme. Ook de nieuw opgetrommelde scheidsrechters knielen mee. Opvallend, maar niet onlogisch na wat er een dag eerder gebeurd is. De vierde scheidsrechter zou toen neger hebben gezegd tegen Pierre Webeau, de assistentcoach van Başakşehir. De spelers van beide ploegen verlieten daarop het veld. De match werd gestaakt. Burada bizim takım oyuncularımızın Webo, Pierre Webo, tabii ki Dembaba'nın verdiği tepki, yine Mbappe ve Neymar'ın verdiği tepki, yani gerçekten dün iki takım oyuncularının birlikte ne kadar hem kendileri hem de dünya üzerindeki insanlar için ne kadar duyarlı olduklarını gösterdi. Ils ont pris une décision forte hier et ils ont montré solidarité avec l'adversaire. C'est une décision forte, c'est une décision avec beaucoup de courage. Na het statement tegen racisme wordt de wedstrijd hervat vanaf de 14e minuut. Het moment waarop het eergisteren fout liep en dus met een nieuw scheidsrechterskwartet. Op het veld toont PSG geen medelijden met Başakşehir. Neymar scoort 3 keer en Mbappé 2 keer. PSG wint de match uiteindelijk met 5-1 en eindigt zo als groepswinnaar. En gaat door naar de achtste finale. Ze zijn met 16 en daar zitten natuurlijk een pak kleppers bij. 4 Spaanse clubs, 4 Duitse, 3 Engelse, 3 Italiaanse ook. 14 van de 16 clubs komen uit de grote competities. Zeg maar, de enkelingen komen nog uit Frankrijk, PSG dus. En Portugal. 8 ploegen mogen ook naar de Europa League. Ploegen die derde geëindigd zijn in hun groep. De meest opvallende namen daarbij: Ajax, Manchester United en uiteraard Club Brugge. Droevig voetbalnieuws is er ook bij vandaag. Paolo Rossi is overleden. Weet u nog, het WK in 1982, het WK in Spanje. Wel, daar werd Paolo Rossi topschutter en werd bovendien met Italië wereldkampioen. Dat kunnen niet te veel Italianen zeggen. Rossi overleed aan een ongeneeslijke ziekte, 64 jaar, amper 64 jaar. Op het WK van 78 scoorde hij er ook al 3. En dat dan samen met die 6 van 1982 maakt dat hij nog altijd WK-topschutter aller tijden is voor Italië. Paolo Rossi, voetballegende voor de eeuwigheid. Eén dag na de Champions League is er stevast de Europa League. Al waar Antwerp vanavond opnieuw wil verrassen op het veld van Tottenham, topclub zonder meer. Er is de mentale luxe van de kwalificatie. Antwerp is namelijk al zeker van Europees voetbal na nieuwjaar. Maar er is meer. Als het straks niet verliest, dan wint het ook nog eens zijn groep. Moet gebeuren tegen de leider in de Premier League. En het zou alvast een nieuwe Antwerpse stunt zijn. De spelers van Antwerp maken kennis met het stadion van Tottenham. Het is nog maar 1,5 jaar in gebruik en ook al zitten er vanavond door corona maar 2000 toeschouwers, dit is een omgeving die inspireert en motiveert. Ik heb natuurlijk in het oude stadion een paar keer gespeeld. Maar ja, dat was natuurlijk niks vergeleken met wat het nu is. Dus als een speler en je ziet zoiets, dan wil je er gewoon om beginnen.
Dat wil de trainer ook. Het is alleen de vraag in hoeverre Ivan Leko al denkt aan de volgende match, zondag tegen Club Brugge. Die is misschien toch belangrijker, want Antwerpen is in Europa al zeker van de kwalificatie en Leko kloeg al over vermoeidheid bij zijn spelers. A lot of my players already played 5-6 games in 15 days, 17 days, I don't know how. So we will respect all of this. So, but on the other side, we'll try to make results. We hope for one maybe less day of Tottenham and one extra fantastic day of us to make history one more time. Bij het begin van het seizoen schreef Antwerp clubgeschiedenis door de beker van België te winnen. Dat was bijna 30 jaar geleden. Vorige week schreef Antwerp opnieuw clubgeschiedenis door zich te verzekeren van Europees voetbal na nieuwjaar. Ook dat was bijna 30 jaar geleden. Vanavond winnen of gelijk spelen tegen Tottenham zou een nieuwe stunt zijn. We know also, yeah, nobody is stupid. Who is the absolute favorite? Who is better in everything? But in football, yeah, everything can happen. And let's hope that we can surprise one more time. En dat zal natuurlijk allemaal live te volgen zijn bij Sporten. Alles is mogelijk, hoorde ik hem zeggen. Dankjewel, Ruben. En ik geef nog mee dat u straks om 14:45 de debatten in het federaal parlement kunt volgen in Villa Politica. In dit journaal hadden we weer een flinke brok coronanieuws. De cijfers gaan in Vlaanderen de slechte kant uit. En de provincies bereiden zich voor om streng te gaan controleren op de maatregelen tijdens de eindejaarsperiode. Fijn dat u keek en heel graag tot vanavond. Als men ergens in een winkelstraat loopt waar een mondmaskerverplichting is en men ziet dat het niet is, dan is het direct €250. Overtredingen op de COVID-maatregelen die zullen heel strikt opgevolgd worden. En ja, alle politiezones zullen extra ploegen inzetten om er ook over te waken, om er ook op toe te kijken dat iedereen die de maatregelen niet naleeft ook effectief kan gesanctioneerd worden en zal gesanctioneerd worden. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.